Zo, hallo, welkom bij de eerste extra vlog van Off-Grid Leven in de Zon. Voor de mensen die ons nog niet kennen, wij zijn Marcel en Aline. Wij zijn een vervallen finca aan het opknappen, een off-grid finca wel te verstaan. Ja. En we maken eigenlijk al twee vlogs in de week. En we gaan beginnen met een derde, een extra vlog. En die is bedoeld eigenlijk voor vragen van jullie, maar ook voor suggesties van jullie. Van goh, we willen graag dit zien, we willen graag dat zien. We willen dit weten, we willen dat weten. Nou, laat het allemaal maar achter in de reacties onder dit filmpje. Hieronder. Ja. Ben je nog geen abonnee, druk dan gelijk even op abonneren. We zijn ondertussen de 900 abonnees zijn we, ja. Gepasseerd. Ja, ja. Dus gaat hartstikke leuk, op naar de 1000. Dus nog niet geabonneerd, doe dat dan. Druk gelijk even op het duimpje, dat vind ik leuk. En dan ben je er eigenlijk helemaal klaar voor om ons te gaan volgen en deze vlog te gaan bekijken. De eerste extra vlog. Geen vraag, eigenlijk meer een verzoekje. Ja. Laat eens wat meer van jullie land zien. We zien best wel veel van de finca, van het verbouwen van de finca, noem het maar op. Maar jullie hebben een groot stukje land. Laat dat eens even zien. Nou, dat gaan we dus in deze vlog doen. Ik heb speciaal hiervoor de drone uit het spreekwoordelijke vet gehaald. Eigenlijk meer stof. En ik ga proberen om niet neer te storten en jullie een overzichtje te geven van wat we hebben. We zullen wat bomen laten zien. We zullen het pad laten zien wat naar beneden loopt. Noem het maar op. En we gaan in ieder geval proberen om jullie daar een beetje wegwijzing, te maken. En ondertussen een kleine update van de werkzaamheden die natuurlijk lopen. De filmpjes die zitten natuurlijk op de zondag en op de donderdag. Dus daartussenin gebeurt natuurlijk van alles. En we kunnen nooit alles laten zien. Dus een kleine update van de overige dingetjes die wij zo meemaken hier op de finca. Dus ik zou zeggen, we gaan de werkschoenen en de wandelschoenen aandoen. En we gaan het jullie laten zien. Een hele goede middag al ondertussen op de finca. Ik ben vanmorgen al even bezig geweest met dronevliegen voor wat beelden van ons terrein. Ben ook al een paar keer neergestort. Ik weet niet of hij de definitie heel veel beter van wordt. Maar we hebben in ieder geval, wat beelden. Ik ga de rondleiding een beetje afwisselen met een stukje commentaar en een stukje beelden. Zowel van drone als van de camera. Ik ga mijn best doen om jullie duidelijk te maken hoe het ongeveer in elkaar steekt. Ik sta nu eigenlijk net nog weer boven de caravan. Op de achtergrond zien jullie de caravan. Hier staat de bus. Op dit moment parkeren we hier, het is eigenlijk een soort keerpuntje. Ik zal even een stukje die kant op lopen, dan kunnen jullie dat misschien iets beter zien. Dus achter me in die hoek staat de caravan, een verdieping lager. Dat kunnen jullie misschien wel zien zo. Een beetje tegen de zon in te filmen, dat is wat lastig. En hier is een soort keerpunt, een breed stuk in het pad. En ook daar begint onze erfgrens. Als ik omdraai, dan zien jullie daarboven een huis. Dat zijn onze dichtstbijzijnde buren. We lopen een zandpad bij hun achter het huis langs, naar de weg toe. En het stukje achter me, dat is van onze buren. En aan deze kant begint onze grens. Dus eigenlijk hier bij deze boom, hier achter me. En daarachter begint het bovenste stukje boomgaard. Daar loopt de weg eigenlijk in een lus omheen. En dat gaan jullie zometeen, ga ik jullie zometeen allemaal laten zien. Dus we beginnen de tour hier bovenaan. En ik neem jullie steeds een stukje verder mee naar beneden.
We staan nu eigenlijk door de eerste bocht heen. Ik probeer wat harder te praten, want ik vermoed dat we hier last van de wind gaan hebben en van de CA. Dus als jullie horen op de achtergrond. Om jullie een idee te geven, daar in de verte zie je de bus achter me nog staan. Dus ik ben hier naar beneden gereden, het eerste bochtje door. En dan krijg je dit prachtige uitzicht hier rondom. Misschien wel een van mijn favoriete plekjes. Vooral als we een wandelingetje maken, s'avonds. Dan het is een ontzettend mooie plek. Ik ga jullie even omschakelen en dan ga ik even laten zien wat voor grond hierbij hoort. Want hierachter me is natuurlijk het stuk, hè, de lus waar de caravan op staat, zeg ik. Weinig bijzonders aan. Er staan wel wat olijfbomen en wat amandelbomen. Eens even kijken, ik loop een klein stukje naar beneden. Hier achter me. Dit hoort nog bij ons terrein. Eigenlijk tot onderaan in de ravijn. En dat staat beplant met olijfbomen, amandelbomen en met algarobobomen. Dat is beter bekend als Johannesbroodbomen. En mega achterstallig onderhoud. Jaren niks aan gebeurd. En ik ben wel van plan om daar straks mee te gaan beginnen natuurlijk. Als het huis klaar is en het snoeiseizoen daar is. Alle bomen gesnoeid. Er staan ook heel veel dode bomen tussen. Zoals jullie achter me kunnen zien. Er staan oude amandelbomen en van alles. Maar er moet heel veel gesnoeid worden. Heel veel gemaaid worden. Om het weer een beetje productief en een beetje knap te krijgen. Maar het hoort er wel bij. Dus hier vandaan eigenlijk de rotswand naar beneden, alle terrassen tot beneden in het ravijn. Zo, nou, stop nummer 2 op onze ontdekkingsreis, moeten we maar zeggen. Ik heb net een stukje hier naar beneden gereden. Nogmaals, een beetje tegen de zon in. Ik weet niet of jullie het goed kunnen zien, maar dit stukje hebben jullie vaker met ons meegereden. Met de takken wegbrengen, noem het maar op, van de campingplaats naar het huis. Dus dat was dit stukje, langs het huis heen naar beneden toe. Hier achter me zie je de parkeerplaats van het huis. Het keerpunt hier beneden, wat we toen hebben laten schuiven en wat we toen hebben laten groter maken. En natuurlijk het huis zelf op de achtergrond. Maar als je hier dus naar beneden komt en je rijdt hier de parkeerplaats op, dan kun je dus of rechtdoor, dan ga je dus naar beneden toe. De boomgaat in eigenlijk, de berg af. Of je kunt dus naar het huis toe om te draaien of parkeren. Hier zo gaan we zo meteen verder en we gaan hier naar beneden toe. Het pad wordt er zeker niet beter op die kant op. Ook mega achterstallig onderhoud qua bomen, struiken en gaten in de weg. Maar met de 4x4 is het goed te doen. Met de bus durf ik hier niet naar beneden te rijden. Ik durf met de camper tot hier te gaan. En verder ga ik die kant absoluut niet op. Sowieso met slecht weer niet, maar zelfs met mooi weer niet. Het is niet te vrij naar beneden toe. Dus maar dat gaan jullie zo meteen laten zien. We gaan weer verder met de tour, denk ik.
Nou, dan staan we hier op de derde stop eigenlijk. Net voor het einde. Nog een afslag. Het afslagje loopt hier naar beneden toe. We zitten hier ongeveer op de grens van onze grond. Althans, de verticale grens. Ik zal jullie zo meteen even laten zien hoe dat precies loopt. Maar die lus waar ik het over had, die ligt eigenlijk zo bovenlangs. Hier weer naar beneden toe. Dan krijg je hier een afslagje naar rechts. En waar je hier de druivenstruiken ziet, die ze hier kweken voor de rozijnen, die zijn van de buurman. Als je goed kijkt, kun je daar boven het huis van de buurman zien. Dus de weg die ik naar beneden gereden heb, die maakt een bocht over het terrein van de buurman. En dan komt hij hier weer terug naar beneden. En het is een beetje een rare Spaanse verdeling van de grond. Want dit weggetje loopt hier een stukje naar beneden. Naar een keerpuntje toe. En de grond aan de ene kant is van de buurman. De grond aan de onderkant is van ons. En het paadje zou ook net bij ons horen. En dan kunnen we hier verder. Richting het einde. En eigenlijk alle grond die hier naar beneden ligt tot in de vallei. Die hoort bij ons kavel. Dus gaan we weer verder. Terrein hebben we natuurlijk verschillende bomen staan. Nou kennen de meeste mensen de amandelen en de olijven ondertussen wel. Wat heel veel mensen niet kennen is de Johannesbroodboom. En ik dacht, ik ga er wat meer over vertellen. Het is een boom die pas vrucht geeft vanaf 15 jaar. En we hebben aardig wat oude bomen hier op het terrein staan. Dus we hebben al vrucht. Ik zal ze eens laten zien. Dit zijn de vruchten van de Johannesbroodboom. Ze werden vroeger hoofdzakelijk gebruikt voor dierenvoeding en voor vervanging van cacao. Tegenwoordig worden ze op veel meer manieren worden ze gebruikt. Onder andere snoep voor diabetici en verdikkingsmiddel voor bedingvoeding. Ze worden ongeveer geoogst september, oktober. Dus het begint eraan te komen. We zijn benieuwd. Ja, in deze extra vlog ook een kleine update over de werkzaamheden. Zoals jullie zien, het is een beetje bewolkt, dus het is goed vol te houden vandaag. Ik ben op het moment bezig in het kantoor, geen verrassing voor jullie. Zoals jullie zien staat ondertussen de kast er ook. Het eerste stukje daar onderaan heb ik al aangesmeerd. En daar ga ik vandaag mee verder, dus ik hoop jullie in het filmpje van donderdag toch wel te kunnen laten zien enige vordering.
En misschien al wel een begin van het schilderen, maar ja, eerst maar kijken hoe ver we komen. Jullie zijn nu weer op de hoogte en ja, jullie gaan verder met de extra video. Een winderig plateautje. Het laagste punt. Althans, het laagste punt waar we met de auto komen kunnen. Dit is waar het pad spreekwoordelijk eindigt. Echt ophoudt. Hier achter me beneden ligt nog een stukje land wat doorgrenst tot de bomenlijn. Ja, zoals jullie kunnen zien, ook allemaal in dezelfde staat van onderhoud. Alles moet gemaaid, alles moet gesnoeid. En ook weer een mix van amandel, olijf en algarobo. Zoals je ziet staat er hier achter me nog een mega grote, kunnen jullie zo zien. Een mega grote algarobo boom. En verschillende olijven. En als je hier achter me omhoog kijkt, daar staat ons huis. We staan nu pak een beetje 50 meter lager. En daar staat ons huis achter. Dit is het achterste stukje van het terrein. En ook dit stukje grenst aan de grond van een buurman. Ik zal jullie er eens even mee tussendoor nemen. Hier staan nog wat dode amandelbomen. Cactussen. En nog een ruïne. Net niet meer van ons. Nee, dit muurtje hier is de scheiding. Maar ook hier heeft nog een ouderwetse finca gestaan. Een tweede en laatste. En dit is een beetje de grens van ons perceel. Einde van het pad komen we ook op het einde van deze eerste extra bonus vlog eigenlijk. Hè? Ja, deze week een kleine update en een verzoekje van joh, laat eens wat meer van het terrein zien. Nou, ik hoop dat jullie zo enig idee hebben hoe het eruit ziet. Het is een boomgaard, het is woeste natuur, slecht onderhouden natuur. Maar dit is wat het is. Ik hoop dat jullie het leuk vonden en ben je nog niet geabonneerd? Druk dan op abonneren. 900 abonnees voorbij. De laatste paar naar de 1000 toe. Hartstikke leuk. Heb je een reactie of heb je andere suggesties? Je zegt, joh, ik wil graag meer zien van dit, meer zien van dat. Of vragen. Laat ze achter in de reacties onder dit filmpje. Doe een duimpje omhoog. En dan zie ik jullie weer in de volgende vlog.